Ik vind het verhaal van de Emmausgangers zo'n schitterende tekst. Ik kan hier uren in ronddwalen en alles van mijn leven erin terugvinden. Het gaat over reizen. Jezus is onderweg. Hier voegt hij zich bij twee teleurgestelde leerlingen. Ze zijn bozig en narrig. Als Jezus hun teleurstelling niet gelijk deelt, snauwen ze hem toe: bent u een vreemdeling in Jeruzalem? Het was Pasen en de stad zat vol pelgrims. Alleen dat al. Dat ik op mijn levensreis fases heb waarin ik mijn ogen dicht heb zitten. En waarin ik iedereen toesnauw die toenadering zoekt. Soms reizen we niet, maar schokken we. Met hangende schouders. Ook op de geloofsweg. Jezus voegt zich bij hen, bij deze teleurgestelde leerlingen. Jezus gaat achter mensen aan. Er volgt een gesprek en dat is een kritisch gesprek. Weet je dan niet wat er geschreven staat? Aangekomen bij hun woonplaats doet Jezus alsof hij verder wil reizen. Dan zeggen die twee: blijf bij ons, want het is avond. En dan staat er dat hij meegaat om bij hen te blijven. De reiziger die nog werelden te bereizen heeft, is tegelijkertijd ook bereid bij hen te blijven. Dan blijft hij in hun huis en bij de maaltijd breekt hij het brood. Hij wordt gastheer in hun eigen huis. Als hij het brood breekt, gaan hun ogen open. En als het inzicht doorbreekt, is Jezus alweer onderweg, op zoek naar andere tragen van hart. Die teleurgestelde, verwarde mensen zijn hierdoor weer in beweging gekomen. Er is een oud Jiddisch spreekwoord dat zegt: trees have roots, Jews have legs. Bomen hebben wortels, maar de mensen van het boek hebben benen. Wij leven opnieuw in tijden waarin identiteit belangrijk is. Je wortels, wie je bent, je komaf, je huidskleur, je etniciteit. Dat zijn statische gegevens. We willen daarin wortelen. En dat is ook van belang. Maar mensen van het Heilige Boek zijn onderweg. Ze aarden nooit helemaal in hun aanleg, in hun vaderland, in hun beschaving. Ze zien daarin ook veel te veel vergankelijkheid, vergeefsheid. De mensen van het Boek, de mensen van Jezus, zijn mensen van de weg. Begrijp het goed. Je hoeft niet vaak te verhuizen. En altijd onrustig zijn hoeft ook niet. Maar wel de geestelijke bewegelijkheid. Stilstaand water, stilstaande culturen gaan stinken. Wat ik in deze tekst leer, is dat mijn wortels liggen in het sacrament, in de doop en in het avondmaal. In Jezus die zijn hand op mij legt en mij een identiteit geeft in Hem. Elke dag, elke week is een soort reis. Je maakt zoveel mee aan ervaringen en emoties. Maar als ik dit hoofdstuk lees, dan weet ik opnieuw waarom ik de kerkdienst nodig heb. De inkeer, een vaste basis, een terugkeer naar de essentie. En juist als ik momenten heb dat ik me geborgen weet in Christus, juist dan wordt mijn geest bewegelijk. Dan word ik open voor anderen op hun reis. Dan ben ik bereid daarheen te reizen waar Christus me toe roept. Eerst dit, de Bijbelpodcast die je helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent. Elke werkdag, 7 minuten apart, om je te laten inspireren door de Bijbel en weer op weg te gaan met God. Ga mee.